Dames en heren, vandaag zou ik graag met u een groot idee willen delen. Het is een idee waarvan ik denk dat het misschien wel eens het grootste idee zou kunnen worden van de 21ste eeuw. Het is een idee dat politici van links tot rechts zou kunnen verenigen in het oplappen, in het radicaal hervormen van onze oude, gebroken verzorgingsstaat. Het is een idee waar talloze denkers in heden en verleden van hebben gedroomd, maar dat nog geen werkelijkheid is geworden. Ik moet dan ook meteen toegeven, het is niet mijn idee. De eerste die erover droomde was Thomas Paine. Die kan er niet bij zijn vandaag, helaas ben ik bang. Hij stierf 200 jaar geleden. En het was ook het idee van bijvoorbeeld Bertrand Russell, de grote Engelse filosoof. Het was het idee van John Stuart Mill, de grondlegger van het liberalisme. Het was een idee van Milton Friedman, de grondlegger van het neoliberalisme, de gelovige in de vrije markt. Maar het was ook een idee van Martin Luther King, de grote civil rights campaigner. Het idee van Desmond Tutu. Nou, wat is dat dan voor idee? Wat is dat voor merkwaardig groot idee dat zulke verschillende mensen, zulke verschillend ideologisch georiënteerde mensen, allemaal kon overtuigen, van links tot rechts? Wat is het voor groot utopisch idee dat ook dwars door onze traditionele tegenstelling tussen links en rechts heen gaat, waar zoveel van onze grootste denkers over hebben gedroomd, maar dat nog geen werkelijkheid is geworden, tot dusver? Nou, sommige mensen die noemen het aardedividend. Andere mensen spreken liever van het basisinkomen. En zoals u wellicht weet, ik hou liever van de term gratis geld voor iedereen. Dat klinkt goed, toch? Ik weet ook wel dat gratis geld voor iedereen, dat het ook klinkt als een utopische fantasie. Iets dat nooit werkelijkheid gaat worden, zeker niet in onze levens. Maar ik zou er wel graag aan willen herinneren, utopieën hebben een verrekte neiging om in de loop van de tijd werkelijkheid te worden. Misschien niet in één klap, als we ze in één keer invoeren, maar stapje voor stapje. Denk maar aan het einde van de slavernij. Denk maar aan gelijke rechten voor man en vrouw. Denk maar aan de opkomst van de democratie. Het is allemaal stapje voor stapje gegaan. En zo is op termijn iets wat ooit onmogelijk leek, een grote radicale utopie, waarvan mensen zeiden dat gaat het nooit worden, is toch werkelijkheid geworden. Dus laten we dan ook beginnen met eigenlijk een simpele, basale vraag. Namelijk, wat is dat basisinkomen dan? Nou, dat is eenvoudig uit te leggen. Het basisinkomen is eigenlijk gewoon een uitkering. Maandelijks, handje contantje, je krijgt het op je rekening gestort. Ongeveer genoeg om van te leven. Dus het is genoeg om je voedsel van te betalen, om je huur van te betalen van een bescheiden appartementje. En bijvoorbeeld je onderwijs te financieren. That's it. Dan zou u misschien kunnen zeggen, ja, maar het klinkt leuker, het gebrek, maar dat hebben we al. Er is zoiets als de bijstand, de verzorgingsstaat, et cetera. Dat klopt, maar het basisinkomen is toch echt iets anders, dames en heren. Het basisinkomen is totaal anders, in de eerste plaats omdat het universeel is. Dus dat betekent dat iedereen het krijgt. Of je nou rijk bent of arm, man of vrouw, of je werkt, of dat je werkloos bent, dat maakt niet uit. Het basisinkomen krijg je sowieso. Het is een recht. Eigenlijk als inwoner van je land is dus ook geen stigma meer op het hebben van een uitkering. Want ja, iedereen krijgt het. Of je nou steenrijk of straatarm bent. En bovendien is het ook nog eens onvoorwaardelijk. Dus niemand die gaat jou vertellen wat je met dat geld moet doen. Niemand gaat je vertellen wat je voor dat geld moet doen. Het is geen gunst, maar het is een recht. Een beetje vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting ook een recht is voor iedereen. Je zou dan ook de verzorgingsstaat, want verzorgingsstaat is eigenlijk een raar en betuttelend woord van zielige mensen die we zouden moeten helpen. Nee, het wordt een rechtsstaat. Het wordt een verheffingsstaat. Je krijgt het sowieso. Maar het belangrijkste wat u moet weten van het basisinkomen is dat het tegenwoordig geen ideetje meer is. In tegenstelling tot de tijd van Thomas Paine, 200 jaar geleden, is het tegenwoordig een bewezen idee geworden. Er zijn experimenten geweest over de hele wereld. In de afgelopen 15 jaar bijvoorbeeld in landen als Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika en India. Er zijn grootschalige experimenten geweest in Canada, in de VS, in de jaren 70. Bijna vergeten, maar onderzoekers zijn ze nu weer aan het bestuderen. En keer op keer hebben onderzoekers een vergelijking gemaakt tussen een testgroep die een zak met geld gratis kreeg en een controlegroep die dat niet kreeg. En steeds hebben ze laten zien dat gratis geld misschien wel de meest efficiënte, de goedkoopste ook nog is, en de meest waardige manier is om armoede te bestrijden. Wat hebben ze bijvoorbeeld laten zien? Het resulteert in
nou ja, logisch, minder armoede, minder ongelijkheid. Maar het resulteert bijvoorbeeld ook in lagere zorgkosten. Sowieso betere fysieke en betere mentale gezondheid. Betere schoolprestaties, minder spijbelgedrag. We zien ook lagere mistijdscijfers in veel van deze experimenten. We zien betere emancipatiescores en zelfs ook hogere economische groei. Omdat meer mensen de kans krijgen om iets te maken van hun leven. Het fascinerende is eigenlijk dat deze experimenten ons leren dat we opnieuw moeten gaan nadenken over wat armoede eigenlijk is. Wij denken vaak, veel filosofen in het verleden hebben dat ook gedacht, dat er rondom armoede dat er iets van een karaktergebrek zit. Een moreel gebrek, dat er iets mis zou zijn met jouzelf. Wat we nu weten, wat blijkt uit al die experimenten, is dat armoede geen karaktergebrek is, maar een geldgebrek. That's it. Niets meer, niets minder. En is het dan heel verrassend dat als je geld geeft, dat je dat probleem oplost? Dat als je mensen uit de context van armoede opheft, dat ze ineens wat kunnen gaan maken van hun leven, iets kunnen gaan doen. Dit is volgens mij een inzicht dat alleen maar relevanter is geworden in onze tijd. U weet, we leven in een tijd van waanzinnige vooruitgang, waanzinnige technologische vooruitgang. U heeft ongetwijfeld gehoord dat de robots eraan komen. Die gaan onze banen inpikken. Dat is geweldig nieuws, kan ik u vertellen. Dat is goed nieuws. Dat is de missie van de technologie. Dat ze ons vervelende werk gaan overnemen, zodat wij meer tijd over hebben voor het goede leven. Maar het betekent ook, die robotisering, het betekent ook dat we opnieuw moeten gaan nadenken over hoe we onze verzorgingsstaat hebben ingericht. Wat onze relatie tot werk is. Wat werk überhaupt betekent in de 21ste eeuw. Wat het verschil is tussen betaald en onbetaald werk. En ik kan u vertellen, we lopen hier nogal achter. Het is keer op keer dat we 20ste eeuwse oplossingen gebruiken om 21ste eeuwse problemen aan te pakken. We hebben in Nederland een enorme, betuttelende, zelfs vernederende verzorgingsstaat opgetuigd. Die mensen voortdurend in laagproductieve baantjes wil dwingen. Gij moet en zult werken voor uw geld, is de gedachte vaak. Nou, heel veel van dat werk is totaal nutteloos. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld worden mensen gedwongen om nietjes uit documenten te halen. Dat dan nog een keer te doen en dan te controleren. In Excel bij te houden, heb je de nietjes er goed uitgehaald, et cetera, et cetera. Want het mag natuurlijk geen nuttig werk zijn, want dan, ja, dan gaan mensen weer klagen. Want dan verdring je weer andere banen. Dus je ziet dat die obsessie met betaald werk ons nekt. Volgens mij moeten we om gaan denken. En volgens mij moeten we naar een verzorgingsstaat toe die mensen sowieso een inkomen verschaft. Dus ook die harde link tussen betaald werk en een inkomen zouden we moeten doorsnijden. Nu weet ik ook wel dat er in de loop van de geschiedenis altijd grote bezwaren zijn geweest tegen het basisinkomen. En volgens mij zijn er drie echt belangrijke die we serieus moeten nemen. Het eerste bezwaar is altijd geweest, ja, dit klinkt leuk, dit klinkt aardig, dit klinkt sympathiek zelfs, maar ik heb wat berekeningen gedaan en wat blijkt, we kunnen het niet betalen. Het is te duur. Tegen dit bezwaar, dat was misschien nog, dat klopte denk ik nog in de tijd van Thomas Paine, bijna 200 jaar geleden, toen vrijwel iedereen arm, hongerig, bang, vies, dom, ziek en lelijk was. Maar het klopt niet meer. We zijn een van de rijkste landen ter wereld, op één na rijkste land van de Europese Unie. Ik zou het basisinkomen ook willen zien als een dividend van vooruitgang. Juist omdat onze voorvaderen zo hard hebben gewerkt voor de welvaart die we nu hebben, kunnen we het ons nu permitteren om iedereen een aandeel te geven in die welvaart. En bedenk ook, het uitroeien van armoede, iets wat we al lang hadden moeten doen in een steenrijk land als Nederland, dat is in feite gewoon een investering. Dat is een investering die je terugverdient. Blijkt ook uit onderzoek. Na een jaar of 10, 20 zul je zien dat de zorgkosten dalen, minder criminaliteit en dat er meer productieve mensen zijn die iets kunnen maken van hun leven. Het tweede bezwaar dan. Mensen zeggen, ja, dit klinkt aardig, dit moeten we misschien doen, we kunnen het misschien betalen, maar heb je wel eens gehoord van de menselijke natuur? Ja, de menselijke natuur is eigenlijk, zegt het volgende op dat basisinkomen. We zijn lui. Als je ze geld geeft, als je mensen geld geeft, dan stoppen we met werken. Hier is het interessante dat als ik u zou vragen, ik geef u 1000 euro, stopt u met werken, dat ongeveer 99% van u zal zeggen, nee. Nee, ik stop niet met werken. Ik heb dromen, ik heb ambities, ik wil iets maken van mijn leven. Het is fijn, ik bedoel, het geeft me wat zekerheid in mijn leven, maar ik stop niet met werken. Als ik dan vervolgens aan u zou vragen, ja, maar de andere mensen dan in deze ruimte, zouden die stoppen met werken? Dan zou u waarschijnlijk zeggen, ongeveer 99% van u, ja, die andere mensen, ja. Nee, die stoppen wel met werken, ja. Dat is de menselijke natuur, zult u dan wellicht zeggen. Nou, als u dat denkt, dan heb ik wat nieuws voor u. De meeste mensen willen iets bijdragen
aan de wereld waarin we leven. Verreweg de meeste mensen, ook dat blijkt ook uit die experimenten, gaan juist wat harder werken. Zeker als je aan de onderkant zit, krijg je de kans om iets te maken van je leven. En zit je niet meer vast in die uitkeringenfuik die we nu vaak hebben. Voor heel veel mensen is het bijvoorbeeld helemaal niet aantrekkelijk om te gaan werken. Omdat ze er alleen maar een inkomen op achteruit zullen gaan. Als ze bijvoorbeeld een baantje voor het minimumloon krijgen. Dus het derde bezwaar dan. Het derde bezwaar is volgens mij het belangrijkste bezwaar, het meest serieus te nemen bezwaar, het ook het moeilijkste weerleggen bezwaar. Mensen zeggen, ja, het klinkt misschien goed op papier. Het is een interessant idee. En ja, het zal niet voor niks zijn dat zoveel grote filosofen hiervan hebben gedroomd. Maar het gaat er toch nooit van komen. Ik bedoel, kijk eens naar de politiek van vandaag. Het is hartstikke gepolariseerd. Ze kunnen het nergens over eens worden. Mensen zijn kortzichtig. Het gaat over de volgende verkiezingsperiode. Ja, dat gaat hem niet worden, dat basisinkomen. Als dat is wat u denkt, dan zou ik u ten eerste erop willen wijzen dat niemand minder dan Richard Nixon, u weet wel, de conservatieve president, de corrupte president van het Watergate-schandaal, bijna een basisinkomen heeft ingevoerd in de Verenigde Staten. Dus nog maar 40 jaar geleden gebeurde het bijna. En waar ik u ook op zou willen wijzen, is dat, zoals ik al zei, utopieën altijd onmogelijk lijken van tevoren. En een utopie begint niet in de Tweede Kamer. Mocht u denken dat Nederland wordt geregeerd door Kamerleden? Nee, dat is niet zo. Nederland wordt op termijn geregeerd door de ideeën. En die ideeën die sijpelen vanzelf al door, ook in de Tweede Kamer. Het is zelfs zo, ik sta wat dat betreft ook in de ideeën van iemand als Milton Friedman, maar ook John Maynard Keynes, dat eigenlijk de geschiedenis door weinig anders geregeerd wordt dan ideeën. Op de lange termijn kunnen ze de wereld veranderen. Dus ik zou u willen aanraden, verdiept u zich hierin. Kijk naar het bewijs en denk even na, is het geen tijd om mijn wereldbeeld te updaten? Klopt de huidige verzorgingsstaat nog wel bij de nieuwe realiteit van de 21ste eeuw? Tot slot een klein citaatje van Oscar Wilde, de Ierse toneelschrijver. Die zei al in de 19e eeuw, zei hij, sterker dan 1000 legers is een idee waarvan de tijd is gekomen. En ik geloof dat in deze tijd de tijd is gekomen voor gratis geld voor iedereen. Ik dank u wel.